Nou, wat hebben we hier? Kijk dit gat, jongen. Sta je of niet? Ja, dat gaat ver door, man. Ver door? Dat was hem meenemen, ja. Ja, dat was hem mee. Het is een ingang van een bunker. En het is echt heel groot. Oh shit, ja, dit loopt echt 3 meter door of zo, die kant op. Oké, dit gaat even kruipen worden, dit. Sowieso wel goed, joh. Ja, ja, ja. Volgens mij is dit oprecht de grootste bunker die we ooit hebben gezien. Oprecht ruimte even. Kijk hoe enorm dit is. Kijk, als je naar boven kijkt, ik zie hoe dik die stalen balken zijn. Maar dat moest die bomen opvangen. Goedemorgen. Goedemorgen. Wij zijn weer terug. Yes. Wij gaan vandaag naar een hele bijzondere bunker. Ja. De L487 bunker, als het goed is. Ja, volgens mij wel, ja. Enorme bunker, oftewel de bunker Bertha. Het is groot. Het is een hele grote bunker, 20 verschillende kamers, als het goed is. We zijn nu even aan het zoeken waar we hem kunnen vinden. We hebben de ingang gevonden, denk ik. Het is een ingang van een bunker. En het is echt heel groot, volgens mij. Het ziet er heel groot uit, ja. Oké, nou, we gaan naar binnen. Oh, deze ingang, ouwe. Holy shit. Hoe ziet het er daar uit, daarachter? Het ziet er redelijk ruim uit. Oké. Okay. Best wel prima te doen, volgens mij. Ja, toch? Oké, okay. Jij gaat eerst. Dan geef ik zo de tas aan. Wat stopt hier? Wat dan? Oh nee, wacht, what the fuck. Oh, dat is heel krap, jongen, maar laat geus. Damn, ouwe. Oh shit, ja, dit loopt echt 3 meter door of zo, die kant op. Damn. Oké, dit gaat even kruipen worden, dit. Sowieso wel goed, jongen. Ja, ja, ja. Oh shit. Dat is groot, hè, jongen. Holy shit, dit ja. Is echt. Het gaat helemaal door, jongen. Oké. Okay. Je neemt het als even aan? Ja. Oké, okay, top. Okay. Oh shit, nou Max, waar zijn wij? Volgens mij is het oprecht de grootste bunker die we ooit hebben gezien. Oprecht, volgens mij ook, ja. Het gaat fucking ver door. En er gaan je ook kabels en shit, holy shit. Oh shit, ja man. Oké, we hebben 2 ingangen waar we in kunnen. Hier en daarin. En is het daar zo'n soort van nooduitgang? Nou, het is geen nooduitgang, wat is dit? Dit is een normale gewoon een normale ingang, ja. Ja. Oké, okay, we gaan hier zo meteen doen en gaan eerst daarin, want dat is iets toegankelijker. En helemaal goed. En dan kunnen we daarna wat moeilijker gaan. Ja, 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 zijn we goed. Oh, holy gang, het is echt fucking echt groot. Fucking groot. Oh, holy shit. Tweede verdieping. De tweede verdieping, man. Ja, ja, dit is dus die Bertha bunker. Dit is de L4. Wat was het, de L487 of zo? Ja, dat was het. Ja. De Luftwaffe bunker. Luftwaffe ja. Bunker, ja. Fucking groot, echt heel groot. Gaan we daar weer verder? Ja. Hier zit een trap. Oh shit, ouwe. Dat is chill. Je hoeft niet te klimmen. Dit wordt veel lager daar, man. Ja? Kijk dat. Ik wil gewoon. Oh ja. Maar we hebben gelukkig. We hebben onze waterpakker bij ons. Zoals gewoonlijk. Dus daar gaan we zo meteen in. Ja. Hier zit het boven. Damn, ouwe. Kijk gewoon deze ruimte even. Kijk hoe enorm dit is. Echt flink, jongen, maar ook geen graffiti of zo, hè? Nee. Dat is echt heel nice. Helemaal clean. Ja. Oh shit. Oké, even. Dikke shout-out naar Alexander. Door hem hebben we deze bunker gevonden. Ja, klopt. Hele jonge kerel, maar echt heel gaaf om te zien dat gasten van zijn leeftijd nog steeds bezig zijn met dit soort dingen. Dat zie je echt niet vaak, dat mensen daar echt oprecht geïnteresseerd in zijn. Ook in de geschiedenis, in wat voor types bunkers er zijn en dergelijke. Ja, klopt. Ja. Oké, okay. Maar ja, door hem hebben we dus deze plaats gevonden. Deze locatie. Oprecht man, oprecht.
Hé, hey, hier staat Wesley. Op dezelfde manier geschreven als bij het homepje. Wesley? Bij dat altaar achter stond er ook Wesley's. Ja, dat klopt. Shit man. Oké. Okay. Je zult niet gaan, man. Je mag vallen. Oh ja, je moet wel echt oppassen dat je niet valt. Ja, als je hier valt, is echt... echt heel veel pijn, ja. Ja. Maar het is echt de ziekste bunker waar we ooit zijn geweest, man. Volgens mij hapert mijn licht een beetje. Ja, deze toch? Een van onze lichten hapert een beetje. Hier. Oké. Okay. Nee, zoals je ziet, dit is gewoon een andere ingang, in of uitgang. We gaan hier nu niet echt verder kunnen komen, maar het is wel een mooie ruimte. Ja. Ja, dat is een schietplek voor de mensen die hier binnenkomen. Ja. Laten we de bunker verder gaan exploren. Jouw licht. Moet je die deuren kijken, jongen. Ja, dat is echt heel dik, jongen. Er zijn nog kettingen daar die er gewoon op zitten. Ik wist echt niet dat we dit zo in Nederland hadden, man. Zo groot. Nee, ja. Enorm, jongen. Zo, kijk wat daar is. Ja, is goed. Maar kijk dit dan. Kijk hoe goed die deur eigenlijk... Kijk, naast het roest natuurlijk. Het roest is wel echt... Maar alle onderdelen zitten er gewoon nog op. Ja. Ziek, jongen. Ja, echt heel gaaf. Oké. Zo. Nou, dat gaat er niet worden. Nee, dit is gewoon zo'n schietluik, man. Dat is een schietluik? Ja, nou ja, daarachter. Wacht, ik laat het even zien. Kijk, dat is dus zo'n MG-stand, of van een machinegeweer of zo. Gewoon voor als er mensen binnenkomen, via de ingang die zich daar bevindt. Ja, we hebben trouwens een platte grond van deze plaats. Ja. Tobruk stuk en al, we kunnen daar niet meer in volgens mij. De Tobruk, dat zat naast de ingang, alleen de ingang is helemaal geblokkeerd. Tenminste... De Tobruk-stukken ernaast was gewoon niet eens te zien hier, joh. Ja, klopt. Ik zeg gewoon even die ruimte langs bij de andere kant kijken. Waren we hier al in geweest? Nee, daar waren we al geweest. Of nee, hier wel. Nee, hier zijn we nog niet geweest. Dus dit is weer de ingang als het goed is? Of is dit niet de ingang? Nee, het gaat verder volgens mij. Oh, het gaat gewoon weer verder, joh. Nee, dit is dat stuk. Dit is die andere kant. Ja. Ik zie nog geen Duitse tekeningen of zoiets dergelijks op de muren staan. Nee, misschien beneden. Ja, dat zou zomaar kunnen, ja. Ik zeg, wij gaan onze waterpakken aan trekken. Gewoon naar beneden. Onze waterpakken. We zijn helemaal klaar om naar beneden te gaan. Ja, ja. Ik heb er echt zin in. Ik heb er ook echt zin in. Ik heb geen idee wat er beneden op ons staat te wachten. Ik hoop veel goed. Zal ik eerst staan? Ja, dat is goed. Dat is goed. Hoezo dit keer? Maar ik hoop niet wat jij bent. Ja, zeker waar. Oh, dat is wel heel erg leuk. Oh joh. Wat een laag. Tot nu toe valt het mee. Dit ziet eruit als heel gezond water. Het ziet er niet heel lekker uit. Moet je kijken wat er als je dacht dat de L183 groot was, is het echt enorm. Je hebt gewoon gaten in de grond, hè? Ah, ja. Je weet het niet, je ziet het ook gewoon niet. Ik heb geen zin dat we ineens ergens invallen of zo. Oh shit. Oh, het gaat helemaal door, man. Moet je kijken. Daar ook. Oh shit, het gaat eruit door. Het is echt heel groot. Het is echt een enorm complex, dit, joh. Als het geen rondvalt, zodat er geen dingen zitten. Dan gaan we die stalen plinten hier zo. Nee, misschien omdat het dus de tweede verdieping beneden is. Ja. Ja, we moeten dus erg oppassen, omdat we niet weten of hier van die gaten in de grond zitten, want dat zie je wel heel vaak bij bunkers. Ja, van die kleine gaten, maar je kan er wel op
Echt je benen op het breken, sorry. Ja. Oh jeetje. We hebben ze wel een beetje vernoemd, wat is dit? Ja, zonde. Heel zonde. Zonde, maar ja. Is er nog een isolatielaag hier? Ja, er zit er nog op. Ja. Een oud, ja, dat is een accuutje of zo. Een oude. Klopt. Ik vind het gewoon beneden. Ga ik niet zo oud als bij Rennen in het dak? Klopt. Dan mag afval in hier. Wat is dit? Eens kijken. Het gaat gewoon. Ergens heen. Ik weet het niet, man. Het is ook beter beveiligd dan boven. Eens kijken. Deze, als je naar boven kijkt, moet je dat. Ik zie hoe dik die stalen balken zijn. Maar dat moest die bomen opvangen. Ja. Dus volgens de viewer Alexander is het een ST-bunker. Oftewel een bomvrije bunker. Er is nog een ruimte daar, man. Oh shit, ja, maar daar kunnen we waarschijnlijk heen. Laten we even die kant op. Ja. Mag ik even hier zo filmen? Het lijkt bijna een bar dit soort. Ja, klopt. Ik kan hier wel wat gaaf van maken, denk ik. Dit is echt een enorme bunker, man. Echt een enorme bunker. Dat is trap omhoog, ja. En dan een soort van opslagruimte tot hier zo, denk ik. Zoiets. Ja, dat denk ik ook, man. Gewoon een kleintje, maar... Ja. Ik weet het niet. Wat is hier? Wow. Nog een gang. Meer gang. Houd maar niet op, joh, dit. Echt. Het is groot, jongen. Jezus. Dit is allemaal water. Oeh, we hebben ook nog weer ruimte hier zo. Ook weer door. Oké, okay, even kijken. Wat zijn groot daar? Het lijkt wel groter dan de bovenverdieping dit. Dat zou maar kunnen, hè? Het is weer eens lekker vochtig. Ah, daar is ook weer wat. Dat is weer aan de kant. Wat ligt daar? Wat is dat ding? Geen idee. Olievat of zo. Ik denk een olievat, ja. Zou jij dat? Nee, ik sta hier. Huh. Jezus. Dat was wel een harde... Oké, we gaan door. Yeah. Zijn jullie al geweest of niet? Nee. Dit is echt enorm. Kom daar, daar zijn we niet. Ik hoor volgens mij wel geluiden, man. Hè? Daar kan ik niet aan. Ja. Ja. Zo, dat is
Holy shit. Doe een gat. Echt. Ja, ik voel het lekker van niet. Ik voel het niet. Wat was juist gebeurd? Ik was aan het lopen. En ineens, kijk, dit is normaal hè. Ineens. Eén diep gat, jongen. Ja, man. Ik voel echt bijna. Ja, klopt. Ik voel het echt de bodem niet, hè. Ik weet niet hoe diep het is. Ja. Misschien is er wel gewoon nog een verdieping. Ja, alleen daar zouden we nooit bij kunnen komen, helemaal onder water. We hebben geen duikerpakken. Zo, maar het is... Ja, ik zweer het. Probeer even de bodem te raken. Is goed. Is er ruimte onder? Ja, voor mij ook, hè? Ja. Het is echt heel diep. Je voelt zo warm op de vloer. Dat het zomaar zo dik is. Ja. Dus er zit iets van een onderruimte. Jeetje, er zit dus nog een verdieping of iets van een ruimte hieronder. Ja. Want het is echt oprecht. Ik probeerde net mijn hele been erin te steken, ik voelde niks. Ja. Gewoon niks. Dat is echt raar, man. Dat is heel, heel gevaarlijk. Ik voel er echt bijna in. Ja. Oké. Okay. Uitkijken in dit soort bunkers. Ja, een soort onderruimte hier zo. Echt? Zo zie je dat er rijdt naast. Oh ja, wacht, hier is zo die trap naar boven weer dus. Ah ja. Dit is die ruimte waar je naar door loopt. Echt heel gaaf, dude. Echt heel gaaf. Satanisch kruis. Ja, dat is toch vast. Ik weet niet wat het is met kelders van verlaten gebouwd. Alleen satanisten hebben echt een soort ding of zo. Ik weet niet. Waarom de kelder? Waarom de kelder? Maar niet gewoon gezellig in de woonkamer met een vuurtje erbij of zo. Waarom maak ik het niet een erbij? Waarom is het nou weer zo vervelend? In plaats van geitenbloed. Mijn handen. Zo, dat was even weer helemaal lastig. Want wij hebben deze ruimtes wel gezien. Ja. Ik denk dat we best wel een stuk... mooi in beeld hebben gebracht. Ja, zeker. Zullen we omhoog? Ja, dus ik stel voor dat wij naar een andere bunker gaan. Als die er zijn, als die zeker bezoeken. Ja. Zo, wij gaan er weer vandoor. We hebben deze bunker wel redelijk gezien. Echt een flinke ruimte, jongen. Zo, eens kijken, jongen. Je moet echt niet naar beneden vallen. Als je hier naar beneden valt, is het zo klaar met je. Ja, 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 zeker. Nou ja, we gaan naar de volgende bunker. En dan zie je zo. Yes. Heerlijk krap. Dit was echt de ziekste bunker tot nu toe, dus we gaan proberen er weer uit te komen. Jimmy is er al uit. Ik heb net de tassen naar buiten gedrukt. So, let's go. Ik zie het licht. Ik ben er bijna. Dus, een klein stukje nog. Hier, dan kun je zien hoe krap het is. Ja. Dit is lekker. Jimmy is al buiten. Ja. Probeert de tassen eruit te halen. Ik ben er bijna uit. Juist. Ik ga mijn best doen. Ik was gewoon vergeten dat het mooie weer was buiten, joh. Ja. Oké. Kun je nog even mijn helm pakken? Yes. Nou, dat was de bunker. Hier, bro. Hij voelt nice. Ja. Oh shit, dat processierups houden. Vaar, ja? Volgens mij. Oh nee, ik weet niet wat het is. Volgens mij is het processierups. Zeker. Als het geen processierups is, laat het weten. Maar ik heb geen zin om jeuk te krijgen, dus ik ga er niet aan zitten.
Wat een ingang. Echt wat een ingang. Heerlijk. We gaan naar de volgende. Dit is waar het voor doen. Ja. Nou, wat hebben we hier? We zijn weer terug. Zo. Wat een dikke bunker dit, zeg. Ja, volgens mij ook. Holy shit, nou hoor. Is het groot? Ja, het is diep ook. Kijk. Er is een heel groot rauwgom verboden op die rijbaan. Waar? Links. En hier binnenin. Oh, ziek. Dan is dit de keuken, of niet? Wat zei je? Dan is dit de keuken. Ik denk het. We gaan even kijken. Zo. Hier, pak ook even deze. Ja. Hij is niet heel groot, dat ding. Er staat hier wel rauwgen verboden. Dat is wel heel ziek. En even kijken hoor, wat is dit? Iets dat naar buiten leidt. Dank je, Max. Easy. Er ligt allemaal rotsen, ook met die kabels en zo. Ja. Ja man, damn, rauwgom verboden. Mooi man. Echt heel gaaf. Jammer genoeg is er niet zo heel veel te bekennen in deze bunker. Nee, dus ik denk dat we gewoon doorgaan naar de andere. Ga lekker door. Weer een bunker. Bam, let's go. Kijk. Ja, dat gaat ver door man. Ver door? Dat was hem meenemen, ja. Ja, dat was hem mee? Ja, echt wel. Zo. Oké. Okay. Ik ga hierin of ik in de tas aan. Ja, ja, prima. Oprecht, die verdedigingsstelling hiervoor. Ja. En dan gaat het onder de grond, dus. Super man. Diep ook hoor, als ik zo kijk. Ja, gaat diep? Ja, best wel. Ik ga mijn helm opdoen voor meer licht. Oké, zou je mijn helm ook even kunnen aangeven? Tuurlijk. Oh ja, shit. Hij gaat inderdaad best wel wat hier, man. Door. Wat metertjes onder de grond. Zo. Alright. Let's go. Oh shit, dat gaat echt diep houden. Ja, ik zie het. Oké, okay, nou, we hebben hier een grote ruimte. Daar een gang, maar ik zeg we gaan eerst deze ruimte checken. Oh shit, wat is dit voor een bunker, joh? Geen idee. Ik heb nog nooit zo'n bunker gezien. Een soort ketel of zo, geen idee wat het is. Het is ook gemetseld. Ja. Dus, zie je? Maar dit is wel bomvast, dit. Hier. Ja, dat wel. Laten we even naar dat andere ding gaan. Is het niet gewapend hier? Nee, wel hoor. Hier boven ons. Oh shit, het gaat helemaal door. Hier boven. Check even. F. F. Oh, Kees heeft hier ooit een uitleg over gegeven. Over de bunkers die zijn gemarkeerd. Dus bunker BPV. Als je veel van bunkers wil weten. Kijk, ja, vooral, kijk vooral naar bunkers BPV, Kees. Echt een topgozer. Hij laat heel veel weten over de bunkers en heel veel kennis van de bunkers. Kijk even hoe dik deze deur is. Damn. Ja. Nou ja, nog een kamer. Maar niet van die stalen plint hierboven. Nee, dat niet. Nou. Daar is de nooduitgang als het goed is. Ja, de hout zit op de houtjes, die blokjes aan de zijkant van de muur. Ja, ze doen gewoon in. En graffiti ook weer. Heel mooi. Klopt. En een nooduitgang. Het lijkt alsof deze bunker wat minder zwaar beveiligd is dan... Ja, daar lijkt het wel op. Ja. Toch ziet de nooduitgang er wel dik uit. Dat is zeker waar, ja. Dik beton. Wel een metertje van de half of zo. Ja. 1 meter. Nou, let's go man. Ja, altijd weer door. Nieuwe bunker gevonden. Hij gaat echt ongelooflijk diep. Dus het is een moeilijke val en ook moeilijker uitkomen. Maar dat komt wel goed. Ja. We zien wel. Hoe diep gaat het naar beneden? Ik hang. Ja, lukt het zo? Ja, kom maar. First things first. Het gaat best wel een stuk naar achter ook. Ja, dat is F inderdaad. Nee, dit is L. Nee, nee. Oh, door jij L. Van L. Dus dat is weer zo'nzelfde bunker of zo. Ja. Dus. Wat ik kan herinneren was dat het alfabetisch, zo'n alfabetische volgorde was rondom die bunkers.
Is het die deur? Dat is echt een enorm zware deur. Echt heel zwaar. Hij is van beton. Ja, wel gewapend beton, ja. Wel gewapend beton, ja. Nee. Dat is wel een grote ruimte op zich. Het lijkt wel wat minder goed gepanzerd of zoiets. Ja, wat is je? Ja. Oh, hier zit nog een oude lamp, hoor. Oh, kijk. Dit is een plek van de zwerver. Wat zei je? Dit is een zwerver, denk ik. Tering. Zo, ja. Smerig. Heel vies, ja. Oh, sorry. Lijkt me geen fijne plaats. Het Nederlands-Duits woordenboek. Echt, wat een rotzooi ligt hier, jongen. Is daar een ruimte? Ja. Erin? Ja, ik kan erin. Dit is de ruimte uitgevonden, hoor. Hier is een normaal ladder. Is er een ladder op? Ja, de ladder zit er nog in. Oh ja, en die is dan gewoon dichtgemaakt. Gelukkig. Ja. Ja, het is helemaal dichtgemaakt, maar ja. Let's go. Ja. Mooi ding, man. Snel recht. Lekker bunker. Wat een rotzooi hier, zeg. Mensen met nog wat chocopasta erop ofzo. Wat kerstverlichting. Oh, die zit allemaal aanstekers. Ja, die woont hier al een beetje. Ja, die is waarschijnlijk ook flink drugs gebruikt. Ja, dat ook wel. En een vuilniszak, nou. Je leeft niet op de meest hygiënische manier, denk ik. En hier gaat hij naar boven. Ik denk dat het een munitiebunker is. Dat zou kunnen. Ik denk gewoon een beetje de indeling. Ja. Dat er zomaar twee kamers zijn, zo. Oké, laten wij doorgaan. Goed, let's go. Nou, wat hebben we hier? Kijk dit gat, jongen. Dit is echt bizar, dit gat, jongen. Dit gat. En het... Er komt heel veel koude lucht uit. Ja, dus wellicht is het wel een flinke bunker. Nou, dat moet nog eventjes, dat gaat nog even lastig worden om naar binnen te gaan. Dat is een gevaarlijke ingang. Ja, dat is echt een gevaarlijke ingang. We houden de tas even buiten, man. Ja, is goed. Sta je of niet? Wat daar? Sta je al? Ja, ik voel van. Oké, top. Hier, kun je hem de camera aanpakken? Ja. De camera aan. Is goed. Zo. Nou, we zijn in de bunker, we wachten voor Max. Oké, okay, let's go. Zo, oké. Okay. Oh, hier staat een L. Dus, zo was het ook weer iets betekenen. Wat is dit voor een bunker, jongen? Flink, hè? Al die bunkers hier zien er heel anders uit dan wat we gewend zijn, ja. Daar gaat het nog door. Het lijkt een beetje op dezelfde soort bunker als daarnet. Ja, toch wel. Ook een munitiebunker of zoiets. Ik weet niet wat het is, hoor. Maar wel met een nooduitgang. Waarom zouden ze een nooduitgang in een munitiebunker doen? Geen idee. Een soort ventilatie. En helemaal modderig hier, zo. Oh, dit is fantastisch wel, man. Het is niet zo heel groot, man. Nou, is niet zo heel groot? Nee. Ah, jammer. En nog wat oude rotzooi. Maar het is wel mooi. Het is een mooi bunker, vooral een leuke ingang. Heel leuke ingang. Oh, er zat ook weer een F daar, zo. Ja. Als iemand weet waar die F voor staat, laat het ons weten, want wij zijn erg benieuwd. Ja. Dan leren wij dat ook weer. Dan leren wij dat ook weer, ja. Nou, is goed, we gaan naar de volgende. Let's go. Uitkomen. Het ziet er niet heel veilig uit. Maar... Nee, Jezus, is helemaal ingestort hier. Jezus, Abe. Oké. Okay. Oh, pijn. Ja, je moet echt goed uitkijken, jongen. Alles zit half los. Ah, shit. Lukt dat? Ja, op. Doe me weg. Yes. Oké, okay, top. Fijn. Nu ik nog. Nou, ik ga even kijken of ik eruit kan komen. Jimmy gaat even kijken of hij eruit kan komen. Yes. Het is een moeilijk gat. Alles is half los. Alles puin kan elk moment vallen. Ja, dat is een heel chill idee. Nogmaals, doe het niet na. Nee, dat is echt één ding van onze bunkerkanaal. Doe ons niet na. Wij doen het wel. Wij doen het wel. Ja, kun je er naar kijken.
Zo, en we zijn eruit. Yes. Dan gaan we naar de volgende. Hier hebben we een enorme bunker, helemaal onder de gravity natuurlijk, jammer genoeg. Jammer genoeg is deze ingang en de andere ingang echt potdicht. Echt, er is gewoon geen manier om naar binnen te komen. Zoals als dat ding aan de muur geketend ofzo. Ja, die ja. Ja, die is inderdaad aan de muur geketend. Maar het is echt een hele grote bunker. Ja, zoiets staat er ook in Hoek van Holland, man. Ja, volgens mij ook, ja. Ja. Ik weet het zeker. Ja, ziek, man. Ja. Dus ik denk dat het een soort manschapverblijf is of zo. Geen idee. Ja, we gaan door. Nou, we hebben er weer een nieuw bunkertje gevonden. Ja, het ziet er echt ziek uit. Dus die gaan we even... Het is aan de kust. Oh, shit. Of waar? Juist. Oké, okay, let's go. Maak je het denk ik niet nodig? Nou... Ja, dat gaat goed door, hoor. Zo. Oké, heeft ook een zwervertje geleefd, blijkbaar? Ja. Ja. Flink, hij gaat nog door. Oh, shit. Ja, ja, man. Zeker een zwerver eventjes... Heb ik nog wat dichter in die tas? Spul. Afval denk ik gewoon. Oké. Okay. Volgens mij was het een geschutsbunker, man. Kijk dan. Ja, ik denk het ook, man. Dit is een geschutsbunker geweest. Ja, ja, ja. Die zijn vaak al wat groter. Oh, die is hier dicht, man, maar hij gaat wel door. Oh, shit. Oh, maar dit moet open zien te krijgen, zeg. Laten we even proberen samen te duwen. Nou, we konden niet in die bunker jammer, of in deze deur gedeelte. Maar we kwamen net ineens achter dit gat. Ja. We hebben geen idee wat er achter verschuilt, maar we gaan even kijken. Ja, hij ziet er best wel diep uit. Ja, dat ziet er echt, het gaat echt helemaal door volgens mij, of niet? Ja, helemaal door. Oh shit. Maar er zijn inderdaad zo'n wachtpost, zo'n observatiepost hier zo. Kun je zien aan de ligging van dat stuk, het is geen defensieve bunker volgens mij. Oké, okay, dat is nog een gang daarachter. Ja. Gaaf, man, dat is waarschijnlijk voor de munitie, hè? Ja, dat is ook. Zo, dat is verstoppen. Ja, echt bizar, jongen. Echt niet goed, niet te lang hier blijven. Hoi. Maar dit is de bunker. Ja, maar dat kunnen we niet in die andere ruimte. Ik denk dat die andere ruimte juist heel ver doorgaat. Ja, dat denk ik dus ook. Ik denk dat het een gang is of zoiets. Dat zou kunnen. Ja. Maar hoe dan ook, een hele zieke bunker dit. Mm-hmm. 2004 hadden we. Ja, man. Heel ziek. Nee, is goed. Ik denk dat dit de laatste bunker was die wij gaan zien. Want, dat denk ik ook, Jan. Dit was de laatste die we op de terugweg zagen. Dit was waarschijnlijk de laatste bunker. Ja, het was best wel een mooie bunker. Jammer dat hij zo onder de grond zit, want het had een hele mooie bunker kunnen zijn, denk ik. Observatieposten, die posten met sowieso zo'n ruim, zien er altijd heel mooi uit. Die hebben meestal een mooi uitzicht op de kust. Ja. Ja, dus dit is dan de laatste bunker. We gaan... Jammer dat die in de deur niet open kon. Ja, klopt. Ja. Waarschijnlijk de volgende keer gaan we naar Zeeland. We hadden het de vorige video al gezegd. Alleen we kwamen toch nog even langs die Bertha-bunker. Moesten we gewoon zien, dus we zijn er gelijk naartoe gegaan. Yes. Nou, tot aan de volgende video en abonneer en like. Doe het. Doe het. En zie je in de volgende video.